Minouche Bromet, de nieuwe directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, benadrukt dat samenwerken noodzakelijk is om successen te boeken als Nationaal Instituut in de Preventieve Gezondheidszorg. Afgelopen 2 december is Bromet benoemd in deze functie. Ik ben sinds 2 december de waarnemend directeur van het BOG, dus dat klopt. Op dit moment ben ik nog bezig met een kennismakingsronde met het personeel en de staf. En de komende 2 maanden heb ik uitgetrokken, ook vanwege de december-januari periode, om alvast een assessment te doen van alles wat ik tegenkom binnen de organisatie. Op dit moment kan ik u zeggen dat het BOG een sterk instituut is, dat al een rijdend is. Eigenlijk stap ik in een rijdende trein. En de ODAD, mevrouw Warner, heeft een goede job gedaan met de waarneming sinds vorig jaar bij het vertrek van de vorige directeur. Dus op dit moment zijn er inderdaad prioriteiten, maar voor elke prioriteit stellen we dan weer prioriteiten en houden we rekening ook met financiële aspecten. Het goede kan altijd beter. Het BOG is al een begrip in de samenleving, maar we zullen dus inderdaad gaan voor een sterkere BOG dan voorheen. Een van de zaken die dus ook al in de planning zat, is de aanpak van het gebouw. Sowieso zal er renovatie van het gebouw gebeuren. En ook dat we de structuren binnen BOG zullen versterken, institutionaliseren, zodat ze nog sterker naar voren kunnen komen dan ze nu al zijn.